Bizar jongens, ik heb uitgeslapen. Ja, uitgeslapen tot 8:30. Voor mij is het echt uitslapen, ik ben echt een ochtendmens. Maar het is een goed teken denk ik. Hè? Ik lag gisteravond om 22:30 in bed. Dus dan heb ik echt een berennacht gemaakt. Dus hoezo? Jetlag. Jongens, nu ga ik echt een toerist uithangen. Dit is echt te bizar voor woorden. Als je Las Vegas bent, bestaat er helemaal toeristen? Dat voel ik me niet, want ik heb echt amper iets van Las Vegas gezien. Maar hier moet ik toch gewoon eventjes heen. Kijk, al gekke mensen. Gewoon coolie te beseffen worden. Nee, iemand heeft gewoon zijn eigen droomwereld geschept. En daar ben ik nu onderdeel van uit. Damn it, vanavond gaat het gewoon gebeuren. Nou, ik heb net maar liefst 45 minuten lekker gefietst. Ik heb nog eventjes de beroemde foto's gemaakt bij het Las Vegas Award. En nu is het tijd om even te zorgen dat ik goed drink. Want ook al heb ik maar 45 minuten gefietst. Het is heel warm, dus en ik moet goed... Ik moet genoeg energie hebben en daar hoort voldoende water ook bij. Dus lekker chillen ga ik nu hier. En niks doen, luieren, tas inpakken en dan vanavond om 5:00 naar de cross. Dus ik ben er eigenlijk wel klaar voor. Dus bam. Ik heb er zin in jongens, het kriebelt. Klaar voor de start. Mannen, zijn jullie er klaar voor? Yeah! Goed zo. Ja, kom op hè. En dan right behind her, Cameron Pendrell voor one of the. Kom op, Sanne! Zo, Sanne. En. Het was echt super zwaar. Maar mijn start, ondanks dat ik op de tweede rij stond, ging echt super goed. Meteen voorin en daar heb ik echt 3 rondes met de kop meegereden. Met 5 man, waarvan 3 motormakers die echt super shape hadden. Toen heb ik me alleen zo over de kop gereden. Mijn BMW zozeer. Maar uiteindelijk mijn ritme weer gevonden. En uiteindelijk ben ik 6e geworden. Super. En daar ben ik echt blij mee, want het is een mooie start van het seizoen. Ik heb nog geen topvorm, maar dat belooft wat, jongens. Januari, ja. Bam. Ik ben weer gedoucht, fietsen erin gepakt. Het is ondertussen 12:30. En nu ga ik een hapje eten en ook even wat drinken, want ik wil zorgen dat ik morgen in het vliegtuig kan slapen. Maar wat een dagje, ongelooflijk. Een dagje, avontuur Amerika. Avontuur Amerika geslaagd. Mede door mijn toppers qua begeleiding, Patrick en Thijs, die met mij mee zijn gegaan. Oh, ik had geen beter begin van het seizoen kunnen verwachten. Dus